Ja, we zijn nog steeds in Echt Susteren. Hier doen 8 partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen 16 maart. 156 kandidaten staan op die lijsten. En ik heb hier een afspraak met de burgemeester van Echt Susteren. En dat is Jos Hessels. Maar dag meneer Hessels, wat een toeval kom ik u hier tegen. Het is ongelooflijk. Dat we elkaar hier weer zien. Ja, het is hartstikke mooi. Dank u wel. Erik, jij hebt nog koffie bij je, hè? Kopje koffie? Alsjeblieft. Bijna gemeenteraadsverkiezingen. Is dat spannend voor u als burgemeester? Ja, het is toch elke keer weer spannend. Het is de derde keer dat ik het als burgemeester meemaak hier. En nu wordt niet verwacht dat er hele grote aardverschuivingen zullen zijn. Maar het is toch ook zeker voor die gemeenteraadsleden heel spannend. Voor de wethouders is het heel spannend. Maar voor mij ook, want het geeft toch aan, het bepaalt met wie je gaat werken de komende 4 jaar. Ja, de vorige keer was de betrokkenheid in ieder geval heel groot. De 23 raadsleden. Allemaal met voorkeurstemmen gekozen. Ja, wat dat betreft zijn we uniek in Nederland. We zijn de enige gemeente waar alle raadsleden die voorkeursdrempel gehaald hebben. En dat betekent dat ze dus ook een hele sterke band hebben met hun achterban. Iedereen weet echt, dat is mijn raadslid. En de raadsleden weten ook, daar komen mijn stemmen vandaan. Dus ik kan echt wel zeggen dat onze gemeenteraad weet wat er speelt in de gemeente. En dat er absoluut geen sprake is van een die kloof tussen kiezer en gekozenen. In Echt Susteren is dat niet zo. Nee, waar wel sprake van is, want dit is natuurlijk allemaal heel positief, is het imago van toch wel het Texas van het zuiden. Het ging een beetje beter hier in Echt Susteren de laatste jaren. Maar sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen haalde u de krant, althans de gemeenteraad, weer op wat minder fraaie wijze. Hoe zijn de gemoederen er nu aan toe? Ja, noem eens een voorbeeld. Dat het ging bij de vorming van het college en over en weer werd er bij modder gegooid. Wow, dat viel wel mee hoor. De grootste partij die moest aan de zijkant toekijken. Dat zie je wel vaker. Dat is een meerderheid van 17 van de 23 raadsleden. Nou, dat noemen we democratie. Dus het is echt een hele grote meerderheid die samen een coalitie vormen. En dan is het inderdaad het democratische proces. Dat het wel eens zo kan zijn dat een partij daar buiten valt. Maar, en natuurlijk is het dan heel vanzelfsprekend dat die partij, dat ze dezelfde grootste is en ja, heel lang zich heeft. Die balen natuurlijk. Die balen ontzettend. Maar tegelijkertijd hebben ze dat heel snel hebben zich ook herpakt. Dus ook dat is een hele kwaliteitspartij. Met mensen die helemaal zijn toegewijd aan de gemeente. En die hebben na een paar maanden balen gezegd. Nee, wij gaan voor die mensen die op ons gestemd hebben. En wij gaan voor die volgende verkiezingen. En ze hangen nu ook weer overal hier in de straten. En die proberen nu weer de grootste te worden. En dan proberen ze natuurlijk weer om in het college te komen. En dat is goed werkt. Ja, nu zijn het 8 partijen die meedoen. Toen 6. Dus dat maakt het natuurlijk misschien nog wel wat spannender. 156 kandidaten. Ja, nou ja, er zijn twee nieuwe partijen bijgekomen. Die doen natuurlijk ook hun uiterste best om in de raad te komen. 156 kandidaten geeft aan voor een gemeente als deze dat het echt leeft. Ik ben heel benieuwd wat het gaat worden. Nu staan we hier bij het Museum van de Vrouw met de Limburg Stembus. En een kwart van de kandidaten op de kieslijsten is vrouw. Wat vindt u daarvan, van dat percentage? Nou ja, dat is een mooi begin. Ik weet dat de partijen heel erg hun best hebben gedaan om zoveel mogelijk vrouwen op die lijsten te krijgen, ook te enthousiasmeren. Als je kijkt naar de lijsttrekkers, dan is het helemaal niet zo gek. Dan hebben we toch een aantal partijen die vrouwen als lijsttrekker hebben, jonge vrouwen als lijsttrekker hebben. We hebben ook bij andere partijen, die hebben op hele hoge plaatsen ook vrouwen staan, jonge vrouwen vaak. Dus het is echt, iedereen doet hier mee. En het is een inclusieve groep van, zoals je tegenwoordig moet zeggen, van kandidaten. Iedereen kan wel iemand vinden om op te stemmen waar zichzelf toe aangesproken voelt. U werd in juli 2011 waarnemend burgemeester hier in Echt Susteren. In 2012 uiteindelijk vast. Waarom dacht u, die post wil ik gewoon helemaal fulltime voor altijd bekleden? Ja, het gekke was dat ik helemaal niet wilde burgemeester worden toen de gouverneur mij belde en vroeg, wil jij waarnemer zijn in Echt Susteren? Dat was voor een half jaar, zei hij tegen me. Maar dat viel zo goed. Het was gewoon een klik met de mensen. Het was in die tijd daarvoor wat onrustig. En het was nodig dat je die mensen begrepen, dat je ze kende. Nou, ik kende echt goed. Ik kwam hier regelmatig, heel veel. Nogmaals, het was een klik met de wethouders, met de raadsleden. En na 3 weken kwam de eerste en die zei, waarom blijf je niet? Zo is het gekomen. Ooit spijt van gehad? Nee. Ruim 10 jaar verder? We zijn nu bijna 11 jaar verder. Ik heb er echt geen moment spijt van gehad. Het is echt, ik hoef ook nergens anders naartoe. Dit is wat ik leuk vind. Dit is waar ik thuis hoor. Dat is toch
een liefde geworden waar die we, hoop ik, wederzijds voor elkaar hebben weten op te vatten. Ja. Wat vindt u nu belangrijk als u kijkt naar de kiezers, dus de inwoners van uw gemeente, richting die gemeenteraadsverkiezingen? Nou, vooral dat ze komen stemmen, dat ze betrokken blijven, wat ze dus al zijn bij die raad. En dat ze heel duidelijk aangeven wat ze nu willen die komende jaren in de gemeenteraad en in de gemeente Echt Zuster als zodanig. Wij zijn hier natuurlijk dat smalste stukje Nederland. Wij zitten tussen België en Duitsland. We hebben veel met grensverkeer te maken, veel met verschillen in wetgeving. Hebben we de afgelopen jaren ook weer mogen meemaken. Nou, hoe kan een gemeente daarop inspelen om ook in deze grensregio er het beste van te maken? En dat moeten de kiezers laten weten via die raadsleden die ze gaan kiezen nu in de komende maand. Ja, nu is de politiek, dat is niet een Echt Zuster, maar dat is gewoon landelijk een probleem natuurlijk. Een beetje vaak voor sommige mensen ver van mijn bedshow. En och, die doen toch wat ze willen. Dus ik ga niet stemmen, want het heeft geen zin. Wat zou u tegen die mensen die nu kijken uit Echt Zuster willen zeggen? Nou, wat echt geen zin heeft is om niet te gaan stemmen. Want dan moet je de komende 4 jaren weer je mond houden als je niet tevreden bent. De enige reden die je kan hebben om te klagen is als je ook meegedaan hebt aan die verkiezingen. Maar als je dan die kans laat liggen om je eigen mening echt gewicht te geven, dan moet je ook echt zwijgen die komende jaren. Want dan doe je niet, dan wil je dus niet meedoen. En tot zover Limburg stemt vanuit de smalste gemeente van Nederland. Echt Zuster natuurlijk, waar de mensen ontzettend betrokken zijn. Ook bij de lokale politiek. Wel vinden ze mag er iets meer aandacht komen voor het milieu. En ook jongeren die verdienen een iets bruisender cultureel leven hier in Echt Zuster.